beste jury, tegenstanders en verdere aanwezigheden. Wij zijn hier voor de stelling, er moet een uniform logo komen voor gezonde voeding. Het probleem dat iedere Nederlander denk ik wel tegenkomt in de supermarkt. Je loopt er maar, er is zoveel keus. Je ziet logo's, het logo, ik kies bewust, het logo over het klavertje van de schijf van 5. Hoe weten wij nou wat we moeten kiezen? Daarom pleiten wij dus voor een uniform logo. Waardoor in één oogopslag duidelijk is of het gezond is. We hebben het gehad over onze definitie, dat het een kleurtje krijgt, of het gezond is of groen. Zie je groen, weet je dat het goed is, zie je rood, is het slecht. We hadden hier voor 3 argumenten, het schijf van 5 argument. Volgens de schijf van 5 geeft een gezond eetpatroon en een gezonde levensstijl weer. Om obesitas neer te gaan, moet je gezond eten. Het lost niet alles op, maar het gezonde voeding helpt al. Daarom kan door een uniform logo voor gezonde voeding in ieder geval goed duidelijk gemaakt worden wat gezond is. Het verwarringsargument hadden wij. Er zijn nu veel logo's en door één logo zal iedereen duidelijk zien wat gezond is. Het overal bewuste argument. Wanneer overal in elke supermarkt het logo gewoon zie, waar je op elk product ziet, het logo groen of rood voor gezonde voeding, dan ziet u groen. Oké, dat is gezond. Rood, misschien geeft het u een schuldgevoel van het is eigenlijk niet goed voor me, waardoor je toch sneller zult kiezen voor gezonde voeding. Daarom zeggen wij, daarom vinden wij onze argumenten wel sterker, daarom vinden wij dat we dit debat goed hebben. Snoep verstandig, neem een appel met een logo. Dank u wel.